Ik ben de letters aan het vastzetten. Banketbakker Jeroen legt de laatste hand aan de enige echte Michael van Gerwen taart. Die hij vanavond tijdens de huldiging in het Brabantse Vlijmen aan de wereldkampioen gaat overhandigen. 3 jaar geleden heb ik ook taart voor hem mogen maken toen hij wereldkampioen werd. Toen had ik een dartbord gemaakt met daarin de pijlen op de finish die hij gooide in zijn finale. Nu het weer werd, moest er iets anders komen. Ik zei, ja, ik ga zijn hoofd maken. Het is gewoon spontaan. En hij lijkt precies, hè? Ik heb mijn best gedaan om hem zo te maken zoals we hem allemaal kennen. Als je een 180 gooit of een wedstrijd uitgooit zoals je staat te juichen met die open mond, met die dichtgeknepen oogjes. Ja, ik heb het geprobeerd om hem zo te krijgen. Hij gaat wel even kijken zo van, ben ik dat? Ja, Michael, dat ben jij. Als je juicht en je wint, dan ben jij dit. Maken van Gerwen hart wel van een gebakje? Je zou het haast zeggen van wel, hè. Als je kijkt zo naar de omvang van dit hoofd, dan denk ik dat er best wel wat gebak in kan, ja. Hij gaat hem opeten, dat weet ik zeker. Niet in zijn eentje, hoor. Ik denk inderdaad dat hij is een dartcafé waar hij meestal achteraf nog iets gaat drinken. Dat hij daar met zijn vrienden de taart aan zal snijden en iedereen krijgt daar een stuk. Hij mag naar Mike.